Deze beschouwing die gaat over racisme. Ik heb net zitten kijken naar een leuke documentaire. Heel mooi verzorgd. En dat gaat over racisme tegen Aziatische mensen. En daar hoor je bijna niemand over. Bij racisme, dan is het, joh, het gaat over negers. En die mag je ook geen neger noemen. En waarom eigenlijk niet? Nou, dat is een scheldwoord. Nou, dat was het nooit, hoor. Je hebt in Afrika is een rivier, die heet de Niger. Dat land daaromheen heet Nigeria. En Niger is Latijn voor zwart. En zwarte mensen. Ja, wat is er aan de hand? Wat is het probleem? Je kan moeilijk ontkennen dat negers zwart zijn. Of beduidend zwarter dan blanken. En daarom heet de blanken ook blanken. Ja, dan heb je Aziatische mensen. Ja, je hebt natuurlijk ook de mensen uit Zuid-Amerika en die aboriginals uit Australië heb je ook nog. Indonesische mensen. Indiaanse mensen. Indiaanse mensen pik je er ook zo uit, hoor. En ja, ik denk wel heel veel soorten mensen. Ik heb me eens laten vertellen dat er 22 soorten mensen zijn. De rassen worden ze dan genoemd. En mijn punt in dit geheel is dat in de 20e eeuw door mensen zoals Jordan, professor Jordan, en pak ik nog meer bij, Jordan heb je, dan in de jaren 70 kwam die man omhoog uit Engeland, Rupert Sheldrake. En dan heb je ook nog het werk van een vrouw. En dat gaat over The Field. En weet zij ook alweer? Die naam schiet me zo wat er binnen. En die Bruce Lipton. Dat is een celbioloog. En wat voor een vak nou die Rupert Sheldrake heeft, weet ik niet. Rupert Sheldrake, die heb ik in het echt gezien, in Enschede. Waar hij een lezing gaf. En hij is aangenaam om naar te luisteren. Hij praat rustig. En hij heeft een goed verhaal. Een belangrijke in deze, als je het hebt over rassen, dat is het verhaal van Bruce Lipton, waarin hij als celbioloog heeft vastgesteld dat het DNA, dat wordt als het ware bespeeld vanuit de celwand. Dus in de celwand zitten allemaal receptoren. En die activeren dat DNA. Dus vanuit die gedachte is het DNA het gevolg van de ervaring van de cel. Dat dus het DNA niet als een soort van radiostation alles maar maakt. Maar dat het een ontvanger is van signalen vanuit de celwand. Een hele omgekeerde wereld. En precies hetzelfde zegt Jordan ook. En iemand als Rupert Sheldrake,
die pakt het heel algemeen op. En die fietst de hele westerse wetenschap onderuit. Zij maken ruim baan voor een bredere manier van denken. En als je nou aanneemt dat wat geldt voor de celwand naar het DNA toe, dat het ook voor ons als mens geldt, dat wij met onze zintuigen nemen wij waar en wij bespelen daarmee ons eigen DNA. Door de wijze waarop we de wereld ervaren. Nou, en als je dan ook nog kan voorstellen dat je een nieuw kind ter wereld brengt, een kind conceptueert, ja, dat kind krijgt het dat stuk DNA van zijn moeder, dat die moeder op haar eigen manier heeft geactiveerd. Hè? En hij krijgt de andere helft DNA van zijn vader, die ook zijn DNA op zijn manier heeft geactiveerd. En dan word jij geboren. Nou, als je dat maar lang genoeg blijft herhalen in een bepaalde omgeving, dan kan jij je voorstellen dat je DNA dan, ja, altijd hetzelfde maar gaat doen. Dat er een soort automatisme in zit. En vandaar dat je dan in de noordelijke streken, zo kan je dat dan bedenken, daar, ja, daar heb je niet zoveel pigment. Dat is er ook helemaal niet handig. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Je DNA, het is toch duidelijk dat vanuit het DNA kom je helemaal omhoog met je lichaam en alles. Hè? Maar dat DNA wordt dus bepaald door de indrukken. En dan de indrukken zoals jij die ja, krijgt. Twee mensen kunnen kijken naar dezelfde film en die ene die verveelt zich echt helemaal kapot. En die andere die zit helemaal te zwijmelen, terwijl het dezelfde film is. En dat geldt ook in het echte leven. Dus ja. En dan heb je, ervan uitgaande dat dat zo werkt, is het dus niet gek dat je in verschillende regio's mensen ziet die ongelooflijk op elkaar lijken. Want die hebben allemaal dezelfde indrukken gehad. Namelijk de indruk van die regio. Zo is het een groot verschil of jij opgroeit in een oriëntaals gebied. Of dat je opgroeit in een occidentaals gebied. Dat scheelt. Het scheelt nogal dat je, als je in het oosten bent geboren, dan komt de zon op boven de zee. En nou, dan wordt het leuk ochtend, dan wordt het leuk middag en dan wordt het avond. Dan denk je, ik vind de dag wel zo leuk. Ik wil nog meer zon. En dan ga je de zon achterna. En dan trek je vanuit het oosten naar het westen toe. Als je zo bent. Hè? Kijk, naar het oosten toe valt er niks meer te beleven, want daar is de zee. Nou, en dan krijg je dan het probleem van zo iemand die dan vanuit het oosten alsmaar achter de zon gaat aan verhuizen. Van generatie op generatie. En dan steeds weer iets verder naar het westen, want dan is het nog langer dag. En dan stuit je dan aan de linkerkant op de zee. En dat is de occidentaalse mens. Volgens mij, als je kijkt in Amerika, dan zit Hollywood zit links. Hè? Maar ook Silicon Valley zit links. En als ik het goed heb, dan is die club van Bill Gates, Microsoft, dat zit ook links. In Japan is het ook de rechterkant van het eiland. Of het is geen eiland, het is een land. Nee, het is een eiland. Maar de rechterkant, daar woont bijna geen hond. Zit allemaal links. Ik weet niet of het heel strak geldt voor alle gebieden. In Engeland zie ik het niet zo snel. Maar ja, dat zegt iets over je voorvaderen.
Ja, dan krijg je een ander lichaam van uiteindelijk. Ja. Dus wat is daar het probleem mee? Ja, snap je? Als je het zo bekijkt. Je voorvaderen komen uit een bepaalde regio. En daarom zie jij er zo uit. En nu woon je in deze regio. Nou, jij bent dat proces waarop jij jouw DNA activeert. Dat gaat gewoon door. Want dat heet leven. Ja. En dan krijg je allemaal indrukken hier. En dan krijg je hier een kind. En dan zitten die indrukken. Middels die DNA-activering zit het in je kind. In zekere zin, op een bepaalde manier gezien, krijgt een kind middels het DNA kennis. Patronen. Maar papa en mama dachten er zo over. Zo moet je zijn. Voor de rest zijn het allemaal mensen. Ja, ras. Ik weet niet eens of dat het goede woord is. Want wat is een ras? Je hebt nu de Latino's. Die Latino's, dat zijn halfbloeden. Veel zijn halfbloed. Die zijn Spaans bloed. Spaanse, Portugees bloed. Uit Europa dus. En dat inheemse. Ja. En daar krijg je hier ook weer wat van. Ja. Dus dat maken hem uit. Er zijn wel... Er zijn vervelende dingen gebeurd. Bijvoorbeeld in de jaren 60. En dit verhaal heb ik van Jesse Lee Peterson. Dat is een predikant uit Amerika. Die ziet dan het verband. En in de jaren 60, toen kwam er de Human Rights Act. Dus de Mensenrechtenwet. Met equality of zo. Dat was ook de periode waarin ze kwamen met beatmuziek en sekspartijen en drugs. En dan moet je weten dat het met de zwarte bevolking in de jaren 60 hartstikke goed ging. Die mensen die bezaten land, die hadden bedrijven, mannen en vrouwen die gingen trouwen en dan gingen ze kinderen krijgen. Tegen de tijd dat ze oud waren, dan zorgden die kinderen voor papa en mama. Dus alles was goed. Dingen als seks hebben buiten het huwelijk, dat deden ze helemaal niet. Het waren wat dat betreft waren de blanke Amerikanen en niet zo netjes als de neger-Amerikanen. Nou had je, bij de blanke had je meer buitenechtelijke kinderen en toestanden dan bij de zwarte gemeenschap. Ja, dan kan je dan, als Jesse Lee Peterson dat soort dingen zegt op de radio, dan krijgt hij iedereen over zich heen. En hij zegt simpelweg, wat een gesodemieter wat we hebben met het racisme. En dat de met name de zwarte man geeft hij de schuld. Dat die zwarte man het helemaal niet goed doet. Ja, dat is de zwarte hun eigen schuld. Want die zijn van het paadje afgelopen in de jaren 60. Door hun gelijk te gaan halen via de wet.
Je moet je gelijk halen in dit leven door te werken. Je moet werken. Dat moet je. Je hoeft je niet dood te werken, maar je moet werken. En het is fijn als je dan dat je een eigen huisje kan betalen. En dan trekt daar een vrouwtje in. En die gaat fijn met de zwabber in de zwabber. En nou, dan krijg je nog wat kindjes. En dan gaan we spelen in de tuin. En dan repareer jij de dakgoot. Dat is toch ook een mooi leven. Maar dan moet je wel werken. Nou, en dat heeft men er aangegeven. En dan moet je ook eens kijken naar zo'n zender als... Nou, dat kan je nou niet meer, denk ik. Nou, misschien nog steeds wel. Er wordt die zwarte muziek die ze promoten. Hè? Ja, dat gaat allemaal over seks. Dat is propaganda. Ze nemen die bevolkingsgroep te grazen met seks, drugs en... Nou, geen rock'n'roll, maar ja, rap. Of hip-hop. Ik ben bezig voor zo'n verjaardagscadeau voor mijn dochter. En daar zit ook zwarte muziek op. Hele beroemde. Maar dat gaat over seks. Niet allemaal trouwens. Hoor. Hele mooie, zedige zwarte muziek zit er ook bij me. Ik denk zeker te weten dat die mensen, die zwarte mensen in Amerika, die zijn getorpedeerd. Die hebben ze te grazen genomen. Maar de blanken ook. Dus ja. Maar je gaat mij niet vertellen dat het met de blanken zo goed gaat. Om niet te zeggen, het gaat wel een hoop slecht met ons. We hebben 1,3 kind per vrouw. En die kinderen zijn voor 80% overgeleverd aan de wispelturigheid van een vrouw die het heel druk heeft. En een vader die nergens te bekennen is. Nee, dat is leuk. Ik weet nog wel, toen ik... Was ik 10? Daar was mijn vader erg van tussen gegaan. En daar was ik boos over. Ik denk, ja. Meneer gaat lekker de deur uit. En wij dan? Kijk, mijn zusje vond mijn moeder niet aardig. Ik vond mijn moeder niet aardig. Mijn vader vond mijn moeder niet aardig. Ja, maar als hij weggaat, wat en wij dan? En daar was ik boos over. En dan heb ik mijn dochter opgevoed. Mijn wettige dochter. En dan... Hoeveel kinderen waren er wel niet van gescheiden ouders? Of vele gekke gezinnen. En bijna alles was een beetje gescheiden. Oh. Waar moet dat heen? Ik weet nog dat mijn dochter thuis kwam. En dat ze vrienden van school meegenomen. Zo'n vriendenclubje hadden ze. En er zat een Turkse jongen tussen. Zo'n klein opdondertje. Een hele... Ja, hoe moet ik zeggen... Een beleefde, oplettende, gevoelige jongen. En dan, mijn dochter is dan echt wel een kop groter. Maar dan nog, dan zat ik gelijk te fantaseren. En ik denk, ja, maar zijn gozer heeft wel een hele familie achter zich, hè? Ja, kijk, we moeten allemaal denken om de toekomst. Straks breekt, dan komt de ijstijd of dan weet ik van wat, of... Ja, dan gaan we allemaal naar Turkije toe. En
het gaat mij dus echt er niet om dat mijn dochter per se met een blanke moet. Dat is een Turk. En had ik ook geïnformeerd. Hè? En het bleek dat hij, zijn vader en zo, die zaten allemaal in de autohandel en reparatie en zo. Waarop ik gelijk dacht, die moet je hebben. Ja, dan heeft mijn dochter een fijn huwelijk. En ik heb mijn leven lang rij ik Mercedes. Voor een abacras. Een echte Turkenbak. Nou, gebeurde niet. En toen kwam er een Aziatische jongen. En dan hoorde ik dat zijn ouders, die hebben een restaurant in Renkum of zo. Ja, Renkum, denk ik. Weet ik veel, de Witte Draak of zo. Daar had ik hetzelfde gevoel mee. Ik vind, oh, wat leuk. Maar dat waren alleen maar vriendjes. In de vriendenkring. En in die dagen was mijn dochter nog helemaal niet bezig met... met vriendjes. En uiteindelijk kwam ze dan met haar eerste vriendje. En dat was dan een gozer. Die was 5 centimeter langer dan zij. Of zo. Die had van dat rossige haar. En, zo'n sluik. En een paar heldere ogen. En die heette Harm. Ja, dat moet ze zelf weten. Dat maakt mij niet uit. Het gaat mij om het karakter van iemand en zijn familie. Ja, kijk, het leven uiteindelijk begin je in de gaten te krijgen dat je toch een beetje hobbelt van weekend naar weekend. En dan maar hopen dat ik het door de week leuk heb. Dus het leven gaat toch om hele andere dingen. Je maakt wat mee. En je weet het niet. Je kan wel als Hollandse meid een Hollandse jongen kiezen. Maar ja, is dat per se nuttig? Ja. Waarom niet? Wat anders. Maar ja, je moet wel weten wat je doet. Ik ken 3 verhalen van Nederlandse vrouwen. Die seks hebben gehad met een Afrikaanse man. En die zijn alle 3 niet echt blij met het geboekte resultaat. Nou, dan loop je dat risico ook met een Nederlandse man. Maar die ene vrouw die... Ja, op het moment dat zij, op het moment dat hij naar het gemeentehuis ging om te vertellen dat hij kinderen had, kreeg een drieling, ook dat nog in 1 keer. Nou, hij die drieling aangeven. Nou, toen heeft zij nog een zoen op de voorhoofd gehad en toen was hij weg. Bij wijze van spreken. Toen had hij een verblijfsvergunning. Ja, zit zij met 3 kinderen. Zij werkt in de zorg. Ja, heb je mooi een probleem, hoor. 3 zoons. En die kinderen die zijn niet empathisch. Dat is heel moeilijk voor haar. Als zij er dan helemaal doorheen zitten, dan krijgt ze een huilbui of zo. Ja, dan gaan ze een beetje naar haar zitten kijken. Nou zeg, je zit te huilen. Ja, het zou er aan de hand zijn. En dan gaan ze op de schouder kloppen. Van, gaat het nog een beetje? Ja, je doet allemaal gekke dingen. Dan denk ik, oh, nu werk jij in de zorg. En je eigen kinderen zitten ook in de zorg. Want die kan zij niet thuis hebben. Die zijn niet empathisch.
Ja. Nou, dan ken ik ook nog een vrouw. Die stond dan achter de bar. En die was in gesprek met een vriendin. En ik wist dat die vrouw aan het chansen was met een man uit Ethiopië. Een Mohammedaan. Die dronk geen alcohol. En mooie witte tanden. Ja, mooie man. En ook heel vriendelijk van karakter. Echt heel, heel vriendelijk. Hij sprak een gebroken Engels. Nou, zij was helemaal wous van hem. Nou, uiteindelijk heeft hij haar met benen geschopt. En ze was met die vriendin aan het praten. En ze zei met een droeve glimlach van ja, hij is niet handig in huis. Dat is toch lastig. Ja, dat is ook heel lastig. Maar ja, heeft dat te maken met racisme? Nee, dat heeft ermee te maken of je wel of niet kan klussen. En dat heeft hij dan nog niet gedaan. Dus dat moet hij dan gaan leren. Ja, het is toch wel noodzakelijk in deze samenleving dat, dat als je een gezin hebt, dat er is een boormachine, er is een decoupeerzaag, we hebben een waterpas, we hebben een kleine hamer, we hebben een klauwhamer. Nou, ik kan nog even doorgaan. Een schuurmachine moet je hebben. Een ijzerzaag moet je hebben. Ja. Nou, noem nog eens wat. Ja, goede tangen. Oh ja, bitjes. Als je zo'n IKEA-kast koopt. Al die mensen die gaan met zo'n dat IKEA-haakje zo. En dan krijg je helemaal pijn van in je vingers, man. Dat moet je helemaal niet doen. Een elektrische schroefboormachine moet je hebben. En dan moet zo'n bitje moet erin. Ja, dan is het. Dan is die hele IKEA-kast in elkaar. Nou, dat kan die jongen dan niet. En dat is ook voorstelbaar. En toen ik klein was, toen speelde ik in de tuin van mijn opa ook. Hè? En daar was een schuurtje. In dat schuurtje was, noem je zo'n ding, een bankschroef had hij. Een hele werkbank en een bankschroef. En overal allemaal dingen. En onder de trap had hij een hele handige kast gemaakt. En ook allemaal gereedschap. Ja, dat is, ja, en dat heb je denk ik in Ethiopië of Kenia niet. Dus ja. Maar dat heeft niks te maken met racisme. Ik moet ook goed nadenken dat in deze regionen met dat merkwaardige weer, zullen we maar zeggen. Ja, dat vereist techniek, hè. En dat heb je in Afrika minder nodig. Dus hebben die mensen niet die technische gewoonte, zo moet ik zeggen. En dat biedt ook weer mogelijkheden. Doordat ze zich niet zo hebben beziggehouden met techniek, hebben ze zich beziggehouden met andere dingen, mag je hopen. En die zijn dan ook weer hartstikke mooi. En dat heeft niks te maken met ras of wat dan ook. Dus DNA-activatie. En dan komen die mensen hier wonen en ja, dan moeten ze ook naar de hubo. Om holle wandpluggen te halen. Ja, het moet toch een keer. Als je hier wil overleven. Hetzelfde is als je naar Finland gaat, dan wordt het alleen maar erger. Dan wordt het steeds technischer.
Ik weet nog dat ik in Finland was. Ben ik 2 keer geweest. En 1 keer op vakantie. 1 keer voor mijn werk en 1 keer op vakantie. En toen moest ik inloggen. Op een of andere serverding ergens in Amsterdam. Een klant had gebeld en er was wat. Maar ik ging ervan uit, nou, in Finland heb je wel internet. En dat was ook zo. En dan zo'n klein dorpje zaten we in de buurt. Een dorpje van niks, man. Een hele mooie bibliotheek. Echt een prachtige bibliotheek. En dan loop ik zo heel vriendelijk. Ik moet even. Oh, ik wil graag even internetten, kan dat, hè? En toen zei die jongen, ja, natuurlijk, pak maar een computer. Ja, dat is mijn punt niet. Ik heb mijn eigen computer. Met al mijn inlogcodes en alle software en al die dingen. Ik heb niks aan een computer. Ik moet mijn eigen computer even aan het net hebben. Oh, zei die jongen. Nee, dat is goed. Trek de stekker er maar uit. Dus dan mocht ik gewoon de UTP-kabel eruit trekken. Nu stopte ik in mijn eigen Mac. Even booten. Hoppakee. Nou, een kwartiertje werken. En dan klap, klap, alles dicht. Je jonge vrienden bedanken. En dat is Finland. Netjes die UTP-kabel weer terug natuurlijk. Hè? En ook nog even die machine even checken. Dat hij het allemaal weer snapt. Want hij is even van het internet af geweest. Nou, alles deed het weer. Dus. Ja, dat is de techniek. En nogmaals, niet iedereen hoeft dat te bedrijven. Ik zou niet weten waarom. Maar het wordt met name bedreven door de noordelijke gebieden. Noord en west, allebei. Ja, nou ja, dat is een... En als hier allemaal negers komen wonen, ja, die worden uiteindelijk ook allemaal technici. Of ze gaan dood. Ja. Of ze sterven uit. Want je zal hier technisch moeten zijn. Ja, dat is de aard. Ja. Ja, goed beseffen dat toen ongeveer iets meer dan 2000 jaar geleden, toen werd er vanuit Rome, dus het Romeinse Rijk, hè, een militaire operatie-verkenningstoestand. Maar ga eens kijken daar in Nederland. Wat nu Nederland heet. Hè. Maar ga eens kijken en hoe gaan we dat innemen. Dat is Rome. Dus, tegenwoordig heet dat de globalisten. Maar het is Rome. Van die dagen. En wilden ze, dat had die Romeinse keizer verzonnen. En dan gaan we Nederland innemen. En hebben wij dus in de bibliotheken een brief gevonden van die veldheer die teruggeschreven had aan Rome van wat mij betreft niet. Dit gebied zou ik niet innemen. Ik zou het niet doen. Dit is niet de harde. En zo was het. Het was één groot moeras. Daarom heet Nederland ook wel kikkerland. Het is een mooi land voor kikkers. Maar niet voor mensen. Tenminste, en toen kwam de techniek. En met techniek hebben wij van Nederland wat gemaakt. En daar komt iedereen hier naartoe. Die komen onze techniek bewonderen. En er zijn ook Marokkaanse jongeren. En die denken dat hun opa's en overgrootopa's of zo, dat die de deltawerken hebben gemaakt en de afsluitdijk hebben opgetuigd. Ja, die hebben het fout. Maar dat is ook niet erg. Heel veel Nederlandse mensen weten ook helemaal niets van de geschiedenis. Dus die denken ook maar wat. Nee, racisme is geen probleem.
Behalve in de media. Je hebt dus verschillende soorten mensen. En dan gaan ze die verschillen gaan ze benadrukken. Dingen mee doen. En dan gaat Geert Wilders lopen brullen. Meer of minder Marokkanen. En dan krijg je dat weer. En dat is vervelend. Maar wij zijn niet racistisch. Dat is niet waar. Dat is heel gek om zo te zijn. Want we hebben Rupert Sheldrake, we hebben Jordan. We hebben Lipton, Bruce Lipton. En er komen er nog wel meer, hoor. Er wordt wel gezegd, hè, er is meer aan de hand tussen hemel en aarde. Ja, zoiets. Dus dat besef komt wel. Daar moeten we ook op vertrouwen. Dat wij het langzaamaan zullen gaan begrijpen dat het scheelt of iemand een goede taalbeheersing heeft. Of niet. Mijn dochter is nu Duitse poëzie aan het lezen. Met daarnaast de Nederlandse vertaling. Nou, hé, eindelijk gaat het kind wat doen. Grapje natuurlijk. Maar taal is heel belangrijk. Er zijn volkeren in Afrika. En die hadden niet een woord voor woordenboek. Toen die mensen hoorden dat er mensen zijn en die hebben een woordenboek, dan moesten ze lachen. Dat meen je niet. Echt waar? Een boek met alle woorden erin. Wat een idioterie. Dan weet je het eruit je hoofd. Ja, serieus. En hun vocabularium was beperkt. Ze hadden ook niet meer nodig. Ze hadden een woord voor hoog. En het woord hoger. Of het woord hoogst. Of zo? Hè? Nou, dat is helemaal niet. Nou, de hoog. En dat was genoeg. Ja, als je niet meer woorden nodig hebt, ja, waarom zou je dan leren? Daar moeten wij respect voor hebben. Je mag dat niet afdoen als achterlijk. Dat is een expressie van hoe wij zijn. Alles, zelfs de hele natuur is een expressie van hoe wij zijn. En dan met name de mensen. En bij die er geen onderscheid te maken op uiterlijke kenmerken. Punt. Dat is alleen maar temporaliteit. Het gaat om hele andere dingen in jouw leven. Jouw leven is een gevecht tegen de psychopaten. Want iedereen is knettergek behalve jij. En dat is het probleem van het leven. En de bedoeling is dat je het toch leuk vindt. En dat je dankbaar bent. En daar moet je tevreden mee zijn. En kijken wat er gebeurt. Er gebeurt altijd wat. Er is altijd iets waar je iets mee kan gaan doen. Dat noemen ze de Heilige Geest als het goed uitpakt. Dan komt er iets toevallig op je weg, hè?
En dan ga je dat doen. En dan, hallo, en dan plotseling gebeurt er van alles. En dan denk je, hé, was dat nou toeval? Dat gevoel krijg je dan. En dat is een heel geruststellend gevoel wat je dan krijgt. Als je het goede doet, je merkt het vanzelf. En begrijp goed dat jij niet goed bent. Dat je dat ook niet wil. Dat is niet de bedoeling. Was het ook weer wat die christenen zo mooi zeggen? Hier in de Betuwe, die zijn er heel strak in. En in elk geval, het heeft ermee te maken dat je geen vrije wil hebt. Daar komt het op neer. En die heb je ook niet. Echt niet. Dat bestaat niet. In ons taalgebruik kennen wij het woord wil. En het woord wil is de motor. Van de voorstelling. En dat geheel noemen wij de wereld. Dus je hebt een wil, dat is een motor. Die wil de hele tijd. En die wil. En die wil creëert een voorstelling. Een theater. Met leuke muggen. En grappige spinnetjes. En idioten die door het rode licht rijden. Ja, aan dat theater, daar zit jij naar te kijken. En het grappige is dat jij ook een onderdeel bent van dat theater. Dus eigenlijk zit je in een Truman Show van Jim Carrey. Jij bent onderdeel van het theater, van de voorstelling, van de wil. Een Arthur Schopenhauer, daar komt dat van. Dat is heel grappig. Die heeft het over frenologie. En frenologie is de wetenschap dat je aan de buitenkant van iemand kan zien of die deugt of niet. Hij heeft een grote neus, dus dan zal die wel zo zijn. Hij heeft de oren kort aan de kop. Zoiets, ja. Oh, een kort neusje. Nou, dat is... Of een jodenneus. Je kent al die dingen wel. Maar als de ogen dicht bij elkaar staan, dat wordt dan ook gezien. Hey. Of de wenkbrauwen. Die kan niet deugen. Een grove kop. En Schopenhauer die leidt netjes af. Die vertelt netjes van dat kan helemaal niet. De gedachte is wanstaltig. Is het ook. Maar, zegt Arthur Schopenhauer. In één geval, en dat ik toch moet noemen, waardoor ongetwijfeld veel mensen gaan denken dat frenologie wel degelijk inhoud heeft. En ik zelf denk dat ook in dat bijzondere geval van Hegel. De man, zijn gedachten zijn. Hoe je dat noemen? Widersinnig. Heel lelijk. Zulke nare gedachten heb ik nooit van iemand gelezen. En ook als je dan hoort hoe die bezig is. En dan denk je, wat lelijk. En dan zie je zijn hoofd. En dan denk je, jeetje, dat hoofd is net zo lelijk. Maar dat is de humor van Arthur Schopenhauer. Maar natuurlijk gaat frenologie niet. Dat kan niet. Helaas. Het zou heel raar zijn als dat wel zou werken. Kijk, alles wat je denkt, dat moet je zelf kunnen onderbouwen.
Dus ik heb net een reactie gekregen van iemand op een oude uitzending van mij over professor Dr. Bert Vermeersen. En dat vind ik een ongelofelijke slapjanus. Met zijn 80 meter zeespiegelstijging. Dat soort dingen zeg je niet. Dat moet je helemaal niet zeggen. Dan kan ik ook een beschouwing houden dat professor Dr. Bert Vermeersen, dat hij elefantasisjes krijgt of zo uit die ziekte. En dat hij een lul krijgt van 8 kilometer. En wat moeten we dan met die lul van professor Dr. Bert Vermeersen, die alsmaar doorgroeit? Dit zijn gekke verhalen als je zo begint. Ja, en dan komt er een reactie op van iemand die heeft een heel epistel gemaakt. En dat raakt kan nog wel. En dat is ernstig. Dat is voor zo iemand. Ik kan me heel goed voorstellen hoe die mens in elkaar zit. En wat hij ergens tegenin wil gaan. En dan gaat hij als laatste ook nog zeggen. Ja, en dat jij geniet van je thee. Wil je dat voortaan doen voordat jij aan de uitzending begint? Want ik vind het uitermate irritant. Ja, waarop ik denk, ja, je betaalt er helemaal niet voor. Ja. Dus ik wil best wel een beschouwing houden over professor Dr. Bert Vermeersen. En dan zal ik geen thee drinken de hele tijd. Want dat, ja, als je thee gaat drinken, je blijft het maar drinken. Nou, iets van €50. Lijkt mij reëel. Voor 10 minuten. En dan een mooie beschouwing van een uurtje. Of een dik uurtje. Nou, beuren we even €300. Nou, kom maar op. Jij moet aan jouw leven, dus ook al ga je ergens tegenin, je moet wel weten waar je het over hebt. En bij frenologie weet jij het niet. Je weet niet waar je het over hebt. En je kan niet zeggen van ja, maar de negers die plegen de meeste misdaden. Zo, hè? Want dat is zo, hè? In Amerika vergeleken met de blanken. Maar dan moet je ook erbij zeggen dat de Aziaten die plegen bij verre, verre, verre de minste. De netste Amerikanen, dat zijn de Aziatische Amerikanen. Die zitten ook helemaal niet in de gevangenis. Nou, wat zit er dan wel in de gevangenis? Ja, je Latino's, negers, ja, en blanken. Dus ja. Ja, wat is het probleem? En negers, ja, procentueel gezien, zitten heel veel in de gevangenis. Met reden. Ja, die arrestatie van George Floyd, die heb ik live gezien. Ik heb de bodycam, dat beeldmateriaal, heb ik gezien. Nou, dan zie je gelijk het probleem. Die man was 1,90 meter lang. En die zat onder de drugs. En die agent die hem arresteerde, die kende hem. En George Floyd kende die man ook. Dus dat waren bekenden. En dan die George Floyd met zijn doorgesnoven kop. Die ging er even een theater van maken. En ja, de rest is geschiedenis.
En dan krijgen ze die beweging van Black Lives Matter. Ja, ik zou niet weten waarom. Ik zou zoiets als wat George Floyd heeft gedaan helemaal nooit doen. Ik ben gearresteerd op Schiphol. Nadat ik beledigd was. En ik ben vriendelijk meegegaan. Ja, ik werd aangehouden. Ja, dan ben ik aangehouden. Hè? Ja, dat is even niet zo leuk. Zo doe je dat. En niet wat George Floyd deed. Een beetje de hero uit gaan hangen en een stampij gaan lopen trappen. En dan ook nog een valse dollarbiljet van $20. Zo. Ook dat verhaal nog. Nee, het is best ernstig gesteld met die mensen. Dat is echt niet leuk. Maar wij kunnen ze niet helpen. Want wij zijn er net zo erg aan toe. En daar moeten we eerlijk in zijn. Door onze mannetjes, dat zijn allemaal betaatjes. Die zitten een beetje te gamen. Porno te kijken. Of stomme commentaren te schrijven naar Perry Winkel, die nergens op slaan. Wat heb je aan die mannen? Dan heb ik het over Nederlandse mannen. Wat heb je eraan? Stel het je uitkeringstrekkers. Nou, misschien moet je de blanke mannen ook niet kwalijk nemen. En dat het allemaal komt door de maatschappij. Die weinig perspectief biedt. Maar aan de andere kant denk ik ook weer van, ja, wat nou weer? Ja, maar we kregen de Great Reset. En dan raken we al onze privé-eigendommen kwijt. Wat is daar nou weer het probleem mee? Dat maakt het nou uit. Het maakt geen donder uit. Dat is het punt. Die lui daarboven, die gaan voor de bas krijgen. En hoe lang gaat dat duren? Ja, dat weet ik niet. Maar het is op een dag afgelopen. De idioterie. Dus op een dag worden we allemaal helemaal doortrokken van het besef dat er een wil is. En een voorstelling van die wil. Oftewel wat in de Bijbel staat. Bereshit, bara, Elohim, et hashemayim, ve'et haaretz. Ja. En dan gaan we handjes schudden met al die Joden. En dan gaan we onze kinderen allemaal Hebreeuws leren. En onze zonen krijgen ook een bar mitzwa. Weet je wat dat betekent, bar mitzwa? Zoon van de wet. Dat is een ritueel. Maar het is leuk voor kinderen. Ik ben een kind van de wet. Ja, toch? Ik ken ook zo'n... Dat is een Joodse man. En die zei dat hij een tijdje met zijn gezin naar de Antillen was gegaan.
En toen kwam zijn dochter, die is ook helemaal vol Joods, hè? En die kwam met een vriendje thuis en was een Antilliaan. Was helemaal geen Jood. En hij zei er zo bij van, ja, nou, dat zat erin. Ja. Ja, daar gaan we maar niet mee moeten nemen naar de Antillen. Dan gebeuren dat soort dingen. Kijk, zo kan je er ook over nadenken. Als Jood. Dus waar heb je het over? En je hebt die rare idioten van de familie Darwin en de familie Wedgwood. En die staan onder regime. En de mensen van Darwin, die alleen maar kinderen met de mensen van Wedgwood. De eugenetica heet dat. Ja. Spelen met DNA of zo. En Darwin is van die Charles Darwin. En dat boek is geschreven door zijn oom. Ook dat nog. De hele idioterie, hè, van dat evolutie gebeuren. Evolutieleer, die is racistisch. Misschien zit daar wel het probleem. Dat de evolutieleer in essentie racistisch is. He, met de survival of the fittest. Ja. Voel je normaal? Maar op een dag zal het voorbij zijn. Op een dag zullen we weten dat het Darwinisme... Het was te gek voor woorden. Het is te gek voor woorden. En zo dadelijk gaan we zeggen, nu moet het afgelopen zijn. Er is een wil. En die creëert een voorstelling. Dat is wat die wil wil. Die wil wil een voorstelling. Een theater. Een toneel. Wat Shakespeare zei. Life is but a stage. Huh? Ja, dus, je moet het dan wel uitbreiden. Dat de stage is inclusief de muggen en de eendjes. En dan zie je de voorstelling. En de vogeltjes. Een collega op het werk zei vandaag tegen mij. Ja. En ik zei tegen haar dat ik koolmeesjes had gezien. 3. Hè? Oh, zei ze, die zijn zo mooi, hè? Van die kleintjes, hè? En die mooie kleurtjes. En dan keek ze mij zo aan, zo. En dan keek ze even omhoog en zei ze, ja. Het is me toch wat, hè? Dat je zo'n klein vogeltje bent. En je leeft toch. En hoe moet het dan met die hele kleintjes? Aan die kinderen dus, hè? Daar zag ik echt zo nadenken. En ja. Ja, zo denk ik ook. Hoe moeten die koolmeisjes in leven blijven? Als je zo'n klein vogeltje bent. Met zo'n brutale kop. En ik heb vandaag, over het laatst van mijn dienst, heb ik nog zo'n vet bal. Die heb ik kapot gestampt op de stenen van de tuin. Dan kunnen ze allemaal lekker gaan pikken. En de vogels hebben het in de gaten. Want die kijken allemaal naar elkaar. Hè? En ze zien dat er één vogeltje... En die komt dus terug en die zit dan zo heel tevreden. En dan denken ze, hey... Maar die heeft zitten vreten. En die zit zijn veertje schoon te maken. Of hoe die vogels dat ook maar zien aan elkaar. Maar ze weten, want die heeft zitten vreten. Oh, dus daar is wat te vreten. En dan komen ze kijken, hoor. Zoiets is leven, toch? Mekaar in de gaten houden en weten waar er wat te eten is. En dan komen we allemaal. Even kijken. Ik zag vandaag ook duiven.
duiven ook in de gaten hadden. Van, hé, er is hier ergens iets te eten. Want ik heb mensen naar de snackbar zien gaan. Ja, vogels dus. Hè, maar... Individuen gingen hier... De individuen hebben hier lopen snacken. Hartstikke leuk. En ik heb dan hier in de Rijnstraat in Arnhem... Zo'n dumpwinkel. Die heet Bazar of Bizar. Of, een soort action... Maar dan in het heel klein. Heel klein actiontje. Met seizoensartikelen en schoonmaakmiddelen. Ja, en dus nu in de winter, dan kan je daar vogelvoer kopen. Ja. Voor een euro. En dat doe je dan toch? Ja. Ik neem ook chocolaatjes mee naar mijn werk. Ik lust helemaal geen chocolade. Maar die deel ik uit. Ja, wat maakt mij het uit? Er zit op mijn werk zo'n gozer, de Groningse herenboer. En die staat te boek als een moeilijke gast. En is die ook. Nou. Ik heb helemaal geen problemen meer met hem. Ik geef hem chocolade. En dat eet hij heel trouw op. En elke ochtend als ik binnenkom, dan is er een moment en dan komt hij naar me toe en dan zegt hij, heb je die chocolaatjes? En dan wijst hij van die kleine stukjes aan. Die kleine chocolaatjes, heb je die? Ik zeg, ja, natuurlijk. Wat denk je nou? En als ik pauze heb, krijg jij een chocolaatje. En altijd krijgt hij er twee. Dat vind ik belangrijk. Heb ik van mijn werk heb ik een chocoladeletter gekregen van die trut van een manager. Die probeert kampioen slechtligger te zijn. Iets wat niet echt nodig is. Ook al is er corona. Wat een ongelofelijke ilk. En dan geeft ze iedereen een chocoladeletter. En ik lust helemaal geen chocola. Nou, is het niet meer, mijn ding. Ik heb het vroeger heel veel gegeten. Hele grote stukken. Maar dan word je ouder. En die chocoladeletter, die heb ik lekker in stukjes gebroken. En die voer ik nu aan de Groningse herenboer. Gratis en van niks. En het enige wat ik terugkrijg is een enorme bak goodwill van de Groningse herenboer. En daarmee ook van de rest. Ik weet nog dat de teamleider, die moest een dag de Groningse herenboer gaan draaien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar... Ja. Maar dan moet de teamleider uiteindelijk het maar zelf doen als er niet een teamlid is. Hè? En ze was helemaal druk van, ja, ik moet kleurpotloden hebben en ik moet... De Groningse herenboer heeft een kleutergeest. Hij is gelijk een kleuter. Hij is ergens gebroken bij zijn vierde jaar, denk ik. Ik ben geen psychiater of zo, maar... Maar kleuren, dat vindt hij erg leuk. Anyway, ik kom binnen en ik zie haar zitten in de woonkamer. Die was met de voorbereiding bezig. En zij moest dus de herenboer gaan draaien. En ze ziet mij aankomen lopen. En toen zei ze, oh Perry, wat fijn dat je er bent. Ja, en ik begreep dat wel. Want ik heb die chocolaatjes. En die vent, die Groningse herenboer, die kan... Die kan heel boos doen. Die kan heel beledigend zijn. En ik kan daar doorheen luisteren. Gek is dat. Dus ik ben nooit beledigd door hem.
Ik heb medelijden met die man. En dat moet jij ook hebben. Met iedereen. Inclusief die vervelende muggen. Waarvan Arthur Schopenhauer zegt... Kijk, als ze echt heel vervelend worden... dan mag je ze doodslaan. Er zijn grenzen. Dus bij muggen... Oké. En dan de laatste, ik ga afsluiten. Ik heb het over racisme. En dan komen we uit bij Arthur Schopenhauer. Oh, dat ging via frenologie. Ja. Frenologie kan niet. Anyway, Arthur Schopenhauer heeft een kritiek op het Nieuwe Testament geschreven. En dat betrof de wonderbaarlijke visvangst. Waarvan Herr Schopenhauer heeft gezegd, dat was zielig voor die vissen. Tot de volgende. Doei. Dag lieverds.